Goedemorgen. Goedemorgen. Aangenaam kennis met u te maken. De eerste keer. En u heeft inderdaad de primeur, want dit is de eerste keer dat ik zo mag staan. En wat Jan ook al zei, ook in deze dingen is het weer kijken hoe de geest je leidt. En ga maar ervaren. Ik werd al een beetje geïntroduceerd. U weet nu mijn naam en dat ik betrokken ben bij Dicht bij Herstel. Verder ben ik getrouwd en ik woon samen met mijn vrouw in Bunnik. En volgens mij is dat ook wel voldoende voor nu. Als u daar nog verder vragen over heeft, dan schiet u mij maar aan. Ben ik goed te horen, trouwens? Ik heb niet het idee dat ik heel hard sta, maar als het voldoende is, dan is het voldoende. Fijn. Naast de eerste keer en de zenuwen, et cetera, vind ik het ook echt een voorrecht om hier te mogen zijn. Het gaat over Gods woord en dat heeft gewicht. En ja, dat je dan dat mag doen, dat vind ik een voorrecht. En daar ben ik ook dankbaar voor, dat de mogelijkheid om hier te mogen staan, om dit te mogen doen. En dit spreken wil ik dan doen vandaag vanuit twee evangeliën, vanuit Matthäus en vanuit Lucas. En als ik het goed heb, wordt het geprojecteerd zometeen achter mij. Beide evangelisten hebben aandacht voor een eenzelfde gebeurtenis. Dus ik dacht, door oog te hebben voor het verhaal van beide, krijgen we een juist en een compleet beeld. Dus ik wil ze allebei lezen. Te beginnen met Matthäus. Matthäus 8. Vanaf vers 18 tot 22. Daar staat het volgende. Mij staat er boven het volgen van Jezus. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem: Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Nou, laten we dit dan nogmaals lezen, maar dan vanuit het perspectief van Lucas. Vanaf Lucas 9, vanaf vers 57. Daar staat: Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Tot zover. Ik neem de passage van Matthäus als uitgangspunt, maar houdt u vooral Lucas erbij. Als ik dan switch en weer terug en weer, dan kunt u mij volgen. We gaan proberen te begrijpen wie in dit gedeelte Jezus nu precies ontmoet. En wie dan wat zegt en wat dit dan zegt over het hart van die personen. En als je het zo doorleest, dan is dat niet direct waar te nemen en te proeven. En toen ik erover nadacht thuis, van nou, hoe neem ik jullie dan mee, zag ik dit liggen. Een afstandsbediening. Ik ga daar niet op drukken, ik weet niet, er zit een batterijtje in, ik weet niet wat er gebeurt. Maar toen ik dit zag, dacht ik, ja, dit is precies wat ik met u wil proberen. Om eigenlijk in deze evangelie net zo lang op pauze te drukken, totdat we echt begrijpen wat ze hier zich afspeelt. Dus lezen en dan op pauze drukken. Dus snappen we hem, hebben we hem en dan weer door. Dus niet te haastig. We gaan rustig de tijd ervoor nemen. We stappen dus midden in een situatie in het leven van Jezus op aarde. En het speelt zich af in de streek Galilea, bij
Capernaum, nabij Capernaum. En tot dan toe heeft Jezus met zijn volgelingen rondgetrokken in die streek. Heeft Jezus onderwijs gegeven, heeft hij mensen genezen. En vele mensen die volgden hem. Hij had vele volgelingen, grote mensen, horde mensen, gingen met hem mee achter hem aan. En Matthäus noemt ook in vers 18 dat op het moment dat er een grote menigte bij hem was, gaf hij bevel om aan boord te stappen. Die avond daarvoor, voordat dit zich afspeelt, was Jezus bij het huis van Petrus. Dan genas hij Petrus zijn schoonmoeder. En dan werd het enorm druk in die avond, want de hele stad staat er, had zich verzameld. En Jezus genas daar vele zieken en mensen die door demonen werden bezeten. En na die drukke avond ging Jezus alleen diep in de nacht weg om te bidden. Dus hij trok zich terug alleen. En Petrus onder andere, die gaat hem dan achterna, die zoekt hem, ook midden in de nacht dus. En die vindt hem en die zegt, Heere, iedereen zoekt u. De avond ervoor. Dus dan proef je iets van dat de mensen Jezus niet met rust lieten. Hij had het ongelooflijk druk, mensen lieten hem niet met rust, zelfs diep in de nacht. En die menigte waar Matthäus het over heeft, in vers 18, die bleef de hele dag bij hem, tot aan het einde van de dag. Het speelt zich af aan het einde van de dag. En dan geeft Jezus de opdracht, we gaan aan boord. En in die beweging van het aan boord gaan, daar wordt hij vervolgens aangesproken. Matthäus geeft vervolgens aan dat er een schriftgeleerde naar hem toe kwam, die tegen hem zei, Heere, hier ben ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Een schriftgeleerde. Nou, Lucas noemt dit niet. Die blijft anoniem. Dus Matthäus noemt het specifiek wel. Dus dan is het voor ons wel handig om te begrijpen wie dat dan was. We hebben er allemaal misschien wel een beeld bij, een schriftgeleerde. Maar wat betekende het nu om schriftgeleerde te zijn in die tijd? Wat bracht dat met zich mee? Ik ga proberen een beeld te schetsen. De leiding van het Joodse volk, dat lag heel ver terug bij de priesters. Vervolgens bij de profeten. Maar nu Jezus hier is, is er geen levende profeet meer. Dus de wet was de norm. Dus de wet moest praktisch worden toegepast in het alledaagse leven. Dus de kenners en de uitleggers van die wet, die waren in feite de leiders van het volk. En dat waren dan de schriftgeleerden. Nou, wat deden die schriftgeleerden dan? Zij bestudeerden dus de wet. In de eerste plaats als jurist. Dus zij moesten de wet kennen om recht te kunnen spreken. Dus als er een rechtszaak zich aandiende, dan kwam het bij hen terecht. Het Joodse recht bestaat, en dat is anders dan bij ons, die bestaat uit de alledaagse burgerlijke zaken, maar ook de godsdienstige zaken. Dus ze waren jurist, maar ook theoloog. Dus een beetje beide. En wat zij deden, zij bestudeerden tot in het detail eerdere bepalingen, dus eerdere uitspraken, die op basis van die wet gedaan werden bij een rechtsvraag. En waarom deden ze dat? Nou, als er een nieuwe rechtsvraag zich aandiende, dan gingen zij kijken, of dan moesten zij weten of daar in een soort gelijke situatie al een uitspraak over was. Was dit nou niet het geval, dan mochten zij op basis van die eerdere uitspraken, mochten zij een nieuwe afleiden. Dus zij mochten dan bepalen hoe de recht moest worden gesproken. Nou, waarom noem ik dit? Het geeft iets aan wat de positie van zo'n schriftgeleerde met zich meebracht. Zo'n schriftgeleerde had macht en invloed, want zij bepaalden namelijk hoe het leven geleefd moest worden. Dus zij hadden echt een positie om u tegen te zeggen. En zij werden dan ook niet met een naam, maar met een titel aangesproken. Rabbi. Jezus wordt ook her en der rabbi genoemd. Dit is een Hebreeuws woord en dat betekent mijn meerdere. Mijn grote, en dat werd gebruikt als in mijn meester, mijn leraar. En Jezus zegt later, daar spreekt Matthäus over, dat hij over de fariseeën zegt. En de fariseeën is dan een groep binnen die schriftgeleerden, dat zij belust waren om door de mensen rabbi genoemd te worden. Dus als je rabbi werd genoemd, dan gaf dat aan dat je in aanzien stond. En mensen waren daar belust over. Die wilde dat graag. Dus hier proef je wat dat met zich meebracht. De mensen, het volk, zij zagen jou als een aanzienlijke persoon met macht en invloed.
En juist deze schriftgeleerde spreekt Jezus dus aan met rabbi. Dus dit zegt al veel over het hart van deze schriftgeleerde. Hij ziet Jezus blijkbaar als een invloedrijk en machtig persoon. Als iemand met invloed en macht. Zo komt hij naar hem toe. Vervolgens geeft hij aan, Heer Jezus, hier ben ik en ik ga u volgen. En het Griekse woord voor volgen betekent ook echt letterlijk fysiek achter iemand aan. Dus echt bij hem blijven en volgen. En hij heeft het niet over een misschientje, maar echt over ik zal. Hij geeft resoluut aan, Heer Jezus, wat dan ook, maar ik ga u volgen. Ik ben uw man. Dus hij wilde anders dan die grote menigte die elke keer bij Jezus was, wilde hij behoren tot die intimie van Jezus. Net als Petrus en Johannes, de mensen die echt bij hem bleven, van hem leerden en naar hem keken, met hem in gesprek waren. Hij wilde daarbij horen. Wat hier gebeurt was niet heel ongewoon. Een leerling, een jonge man of een man, als hij dat kon en als hij dit wilde, dan kon hij zelf dat ook aanbieden aan een rabbi, aan een leraar. En hij kon dus zo'n leraar ook uitzoeken. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Die schriftgeleerde die biedt het zelf aan. Dus dat was niet nieuw. Maar de vraag is, waarom zou een schriftgeleerde, dus iemand die titel al draagt, waarom zou hij naar iemand gaan en zeggen, mijn meester, mijn leraar, als hij dit zelf al is? En waarom dan zeggen dat hij deze Jezus wil volgen? Daar zit iets. Wat voor ons handig is om te weten, is dat iemand al schriftgeleerde werd genoemd op het moment dat hij als leerling startte bij een leraar. Dus vanaf dat moment werd iemand al schriftgeleerde genoemd. Dus het kan zijn dat deze man als schriftgeleerde of als al leerling was bij een leraar en nu wilde switchen. Dus dat is een mogelijkheid. Het is namelijk opvallend dat hij zijn aanbod aan Jezus doet. Want Jezus was officieel geen leraar. Hij had geen opleiding gehad. Jezus die omringde zich ook met ongeletterde en eenvoudige mensen. En in de ogen van de geschoolde daar was hij hoogstens een amateurleraar. En toch wilde deze schriftgeleerde zich aansluiten bij Jezus. En de vraag is dan waarom? En waarom dan zo resoluut? Wat maakt nou dat hij in zijn hart dit zo graag wilde? Dat staat er niet. Maar we kunnen het wel nagaan. Matthäus heeft al eerder iets geschreven over de bekendheid van Jezus. In hoofdstuk 4. Ik zal het u voorlezen. Hij schrijft daar aan het einde van hoofdstuk 4. En Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf onderwijs in hun synagogen. En predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. En door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren. En maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigte volgde hem. Uit Galilea en Decapolis, ligt meer noordelijk, en Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. En met dit gedeelte geeft het wat meer beeld. Dus een schriftgeleerde, wellicht in opleiding, die komt naar Jezus en biedt resoluut zijn discipelschap aan. Hij wil bij de intimie van de Heer Jezus horen. Aan Jezus, een ongeschoolde leraar, die een ongekende populariteit had. En als dat samenkomt, voelt u dan een beetje waar het hem om gaat? Waar hij werkelijk vol van is, wat hij voor ogen heeft. Laten we kijken naar de reactie van Jezus. Tussendoor Johannes, die schrijft in hoofdstuk 2 aan het eind, dat Jezus het niet nodig had dat enig mens getuigde van een ander mens. Want Jezus wist zelf wat in het hart van de mens was. Dus Jezus wist waarom deze schriftgeleerde dit deed. Jezus kende zijn hart door en door. Dus het kan dan ook niet anders dan dat zijn reactie nu een reactie gaat zijn op dat wat in het hart van de schriftgeleerde leeft. Matthäus die geeft eigenlijk nog niets weg. Die blijft. Hij geeft eigenlijk aan en Jezus zei. Dus daar kunnen we niet zoveel van afleiden. Lucas daarentegen, die geeft in vers 58 aan
Maar Jezus geeft aan. Het woordje maar, een tegenstelling. Dus er komt een aanbod en dan schrijft Lucas, maar Jezus geeft aan. Een tegenstelling. Dus een tegenstelling tussen dat aanbod en wat Jezus nu gaat zeggen. Goed, wat zegt hij? Hij zegt allereerst twee voorbeelden. Hij zegt de vossen hebben honen en de vogels in de lucht nesten. Vossen, die verbergen zich voor gevaar in gaten en holen. En die nemen daar hun rust en die beveiligen daar hun welpen, dus hun kleine vosjes. En vogels, die hebben een nest en die broeden daar hun eieren uit en brengen daar hun jongen groot. Dus wat hebben zij gemeen? Die beide diersoorten, die hebben een plaats van rust, van veiligheid, beschutting en veiligheid. Ja, beschutting. Even kijken wat ik was. Vervolgens geeft hij aan, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Dus opnieuw maar, opnieuw een tegenstelling. En dit keer tussen de vossen en de vogels en de zoon des mensen. En die term die vraagt wat uitleg. Want waarom spreekt Jezus hier niet over maar ik? Ik bedoel, een schriftgeleerde komt naar hem toe, spreekt hem aan. Jezus reageert op hem, dus het is een één-op-één gesprek. En hij geeft hier aan de zoon des mensen. Dus waarom niet maar ik? Nou, dit is niet heel cryptisch, want in het Aramees, de taal die Jezus sprak, was het een gewoonte om op een indirecte manier naar jezelf te verwijzen. Dus dat zou betekenen dat ik tegen u zou zeggen, nou, de spreker van vandaag die wil met u hebben over, vult u maar in. Dus dit is niet heel opvallend. Wat wel opvallend is, is dat niemand Jezus noemt de zoon des mensen in de evangelie. Het is compleet nieuw. Jezus zelf neemt deze term wel veelvuldig in de mond, maar andersom niet. Waar komt die term vandaan? Het is een vertaling van het Hebreeuwse woord Ben Adam. En dat komt voor in de psalmen en in Ezechiël. En dit woord dat duidt op de zwakte, de kwetsbaarheid en de sterfelijkheid van de menselijke bestaan. Later in Daniël krijgt het een nieuwe betekenis. Als Daniël in een visioen God de oude van dagen, de heerschappij, de eer en het koningschap geeft aan de zoon des mensen. En de gedachte daarbij was dat de zoon des mensen dan iemand zou zijn die enerzijds zou delen in de zwakte, de kwetsbaarheid van het mens zijn, en anderzijds in de glorie van de Allerhoogste. Nu zien we in de evangelie dat Jezus' volksgenoten, als Jezus dit in de mond neemt, de zoon des mensen, dat zij hem niet koppelen aan die Messias waar Daniël het over had. Dus deze schriftgeleerde, toen hij Jezus hoorde zeggen, maar de zoon des mensen, die hoort dan dat Jezus hiermee, hij was bekend met Hebreeuws, hij was een geleerde, schriftgeleerde, dat Jezus hier de nadruk legt op de zwakte en de kwetsbaarheid van het menselijke bestaan. Maar op de vraag waarom Jezus nu juist deze term gebruikt in zijn reactie, hebben we het nodig om te snappen wat hij bedoelt met dat hij niets had waarop hij het hoofd kan neerleggen. Dit Griekse woord voor neerleggen betekent rusten, dalen, achteroverleunen. Zou hij dan bedoelen dat hij tegen de schriftgeleerden zou zeggen, nou, let op, als je dit wil, als je mij wil volgen, reken er dan op dat je geen plek hebt om te kunnen rusten en te kunnen slapen. Dit lijkt echt heel onlogisch, want Lucas die geeft al aan in zijn evangelie dat er vele mensen waren die Jezus dienden. Onder andere vrouwen van welgestelde en vermogende mannen. Johannes spreekt over een beurs, een portemonnee die in bezit was. En sterker nog, Jezus had een eigen huis. Dus dit kan het niet zijn, maar wat dan wel? Wat bedoelt hij daar dan wel mee? Nou, Jezus bouwt zijn reactie op. Hij zegt, de vossen en de vogels hebben hun plaats van rust, hun plaats van beschutting, hun plaats van veiligheid. Maar de zoon des mensen heeft deze niet. Dus Jezus geeft aan dat hij in tegenstelling tot die vossen en de vogels geen plaats heeft van rust, bescherming en veiligheid.
Dus deze schriftgeleerde, als hij die reactie hoort, dan hoort hij Jezus de nadruk leggen dat hij, Jezus, als leraar, als mens, net zo zwak, net zo kwetsbaar, net zo sterfelijk was als ieder andere leraar. Daarbij hoorde hij dat Jezus zegt dat hij geen beschutting en rust kent in zijn leven. Sterker nog, dat die vossen en die vogels beter af zijn. En hij hoort hem zeggen dat het volgen van hem zich kenmerkt door een opgejaagd, onrustig leven. En dat er echt geen plaats is om daaraan te kunnen ontsnappen. Oef. Terug naar het hart van die schriftgeleerden. Die schriftgeleerden, die kenden het leven van de schriftgeleerden, dat stond bol van aanzien, van macht, van controle. Zij mochten immers bepalen hoe daar recht werd, moest worden gesproken. En aansluiten bij deze Jezus, die de grootste populariteit kende van dat moment, dat zou dit allemaal kunnen versterken. Dus als hij leerling zou zijn van deze Jezus, dan zou hij ook zo populair zijn. Dan zou hij kunnen delen in de populariteit van deze leraar. Dus zijn hart was helemaal niet vol van Jezus. Er leefde helemaal geen ontzag voor Jezus. Hij was helemaal niet bereid om zijn aanzien, zijn hart en zijn leven af te leggen en Jezus te volgen. Diep in zijn hart was het volgen van Jezus zijn springplank. En het zou dan gaan om zijn aanzien. Jezus wist dit. En Jezus geeft een compleet ander beeld. Hij zegt, hem volgen betekent opgejaagd worden. Betekent helemaal geen controle. Betekent helemaal geen invloed. Betekent onrust en onveiligheid. En dit staat lijnrecht tegenover dat wat in zijn hart leefde. Nou, hoe zou dit binnengekomen zijn? Zou hij het erkennen? Of zou hij afdruipen? We lezen er niks over. En dat kan een beetje het gevoel geven van, het is net niet af. We moeten meer weten, we moeten weten hoe hij reageert. Maar laat dit nou net de bedoeling zijn dat het hier stopt. Matthäus en Lucas schrijven er niks over. Waarom? Hierdoor kunnen wij er niks van vinden. Wij kunnen ons nu niet verder bezig gaan houden met die schriftgeleerde en zijn reactie. Dus het blijft niet bij dat hart van die schriftgeleerden. Het blijft in de lucht hangen. En dat wat Jezus zegt over het volgen van hem, wat dat betekent, dat komt zo naar ons toe als lezer. En naar u, en naar mij. In vers 21 geeft Matthäus aan dat er een ander naar hem toe kwam en zei, Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Hoe zit dit? Komt er ineens iemand het podium op en die mengt zich ertussen? Ik bedoel, Jezus was toch in gesprek met de schriftgeleerden? Mengt hij zich er nu tussen? Wie is dit? Nou, Lucas die geeft aan dat Jezus tegen een ander zegt, volg mij. Dus nadat Jezus de reactie heeft gegeven aan de schriftgeleerden, richt hij zich tot deze ander en zegt, volg mij. Dus Matthäus beschrijft hier de reactie op dat wat Jezus zegt. Dus hij komt niet ineens op het toneel, hij wordt aangesproken. En vervolgens geeft hij dus aan, Heer, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. En wat Jezus hier doet is echt uniek. Waarom? Nou, allereerst wat ik net aangaf is dat een leerling zelf zijn leraar zocht. En niet andersom, dat gebeurt nu wel. Jezus vraagt zelf om hem te volgen. En dit heeft hij al eerder gedaan bij Petrus en Johannes. Dus dat is niet nieuw, maar het is wel heel boeiend in deze context. Want wat er dus gebeurt, is dat die schriftgeleerde, die komt uit zichzelf. En die zegt, ja, Heer Jezus, ik ga u volgen. En zijn hart en zijn motieven worden blootgelegd door de reactie van Jezus. En vervolgens richt Jezus zich direct op een ander. En dit is vrij heftig. Want wat dit betekent, is een afwijzing voor die schriftgeleerde. Als dit is waarom jij mij wil volgen, gaat hem niet worden. Als jij mij wil volgen om er zelf beter van te worden, dat gaat echt niet. En andersom, voor deze persoon kan het weer heel verrassend zijn geweest. Van, dit werkt niet helemaal toch zo. Als ik u wil volgen, dan kom ik er toch zelf wel mee. Maar Jezus, dus hij kan zich misschien overrompeld voelen. Maar dat lezen we niet. Hoe reageert deze persoon?
Lucas die verklapt al iets. Die zegt in vers 59, maar die zei opnieuw. Dus opnieuw de tegenstelling dat wat Jezus zegt, volg mij, en hoe deze man reageert. Wie is deze persoon eigenlijk? Dat is wel even belangrijk om te weten. En Matthäus geeft dus aan dat het een ander uit zijn discipelen is. En het Griekse woordje voor ander, dat betekent ander type. Dus wat Matthäus hier wil doen, is de lezer duidelijk maken dat de schriftleer een type persoon was. Dat we nu kennis maken met de persoon die daarvan verschilt. En het Griekse woordje voor discipel betekent leerling, volgeling. En dat kan al snel het idee geven, nou, dat is dan zo'n iemand die dicht bij de Heer Jezus is, die altijd met hem meegaat en hem volgt. Maar dat is hier niet logisch. Want met dat woord ander type verwijst Matthäus naar die schriftgeleerden. En die schriftgeleerden, die behoorden helemaal nog niet tot de intimie van de Heer Jezus. Hij hoorde tot die grote menigte. Dus deze persoon ook. Want daarbij, het is ook niet logisch als de Heer Jezus tegen iemand zou vragen, volg mij, als die persoon dat al zou doen. Dus we hebben hier te maken met een persoon die ook in die grote menigte was, die hem volgde, maar nog niet behoorde tot die intimie van Jezus. Hoe reageert hij? Hij zegt, Heere. Dit is een Aramees woord, dus de taal waarin zijn volksgenoten spraken, Jezus volksgenoten. En het is een aanspreektitel, Marie. En dit was net als Rabbi een eretitel. Dus als je iemand aansprak met Marie, dan dat was een zeer beleefde vorm van respect. Dus zo spreekt hij Jezus aan. En het zit bijvoorbeeld ook in het woordje, in de naam Maria. En Maria betekent meesteres, heerseres. En met die titel zeg je eigenlijk mijn Heer. En het schijnt dat hier later het woord mijn Heer, meneer, van is afgeleid. Dus een respectvolle manier dat hij Jezus aanspreekt. Hij zegt verder, sta mij toe dat ik eerst wegga om mijn vader te begraven. En als je die Griekse woorden vertaalt, dan staat er dat hij Jezus vraagt om toestemming. Om allereerst, ten eerste, dus in volgorde van belangrijkheid, om weg te gaan, terug te trekken, weg te trekken om zijn vader te begraven. Nou, dat lijkt me geen punt, denk ik. Dat zou denk ik prima kunnen. Dus dan gaat hij eerst weg, dan gaat hij... Dus trouwens, als dat waar zou zijn, dan zou dat heel verdrietig zijn voor deze meneer. Maar dan zou hij later aan kunnen sluiten. Dus dat lijkt mij geen punt. Maar dan is de vraag of we doorhebben wat hij in essentie eigenlijk vraagt. Want was zijn vader overleden? Die kans was echt heel klein. Waarom? In het oosten, als iemand overleed, dan werd hij diezelfde dag, als het nog kon, begraven. Dus kijk maar naar Ananias en Safira. Die werden om de beurt, nadat ze overleden waren, direct begraven. En kijk naar Jezus zelf. Die werd van het kruis gehaald en direct begraven. Zijn vader was ook niet stervende. Want iemand werd pas stervende genoemd in die tijd, als vaststond dat hij of zij maximaal 3 dagen te leven had. En als dat zo was, dan moest er naast de familie bij de stervende zijn. Dus het zou niet kunnen dat deze persoon hier bij Jezus zou zijn, als zijn vader of zou overleden zou zijn, of stervende zou zijn. Dus als dat niet het geval is, dan komt zijn verzoek wel echt anders binnen. Dus wat hij dan vraagt hier, is dat hij zich terug mag trekken voor onbepaalde tijd. Dus niemand weet tot wanneer. Totdat zijn vader is begraven. En toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, maar waarom? Wat maakt nou dat deze man, als zijn vader dus overleden zou zijn en begraven zou zijn, dat hij dan wel klaar zou zijn om Jezus te volgen en nu niet? Wat zit er dan in de weg? Zijn redenatie was, ik ben vrij en beschikbaar als mijn vader er niet meer is. Mijn vader is begraven. En waarom? Nu was het de gewoonte dat ouders voor hun kinderen zorgden. Nou, dat is bij ons ook het geval. Alleen, als dit niet meer kon, financieel, dan werden de rollen omgedraaid. Dus, ook als je trouwde, hoe oud je ook werd, als kind onderhield je je ouders. En dat was je plicht en je eer. Je werd daar pas van vrij van als je ouders waren overleden. Dus tot die tijd was dat je plicht. En nu krijgen we helder, scherp, wat er in deze man omging.
Wat hij zegt is, ik wil voor onbepaalde tijd mij terugtrekken om mij eerst bezig te houden met dat wat van mij verlangd wordt. Dus Jezus, als u uw reisprogrammaatje even aanpast en wacht op mij, dan ga ik mij eerst bezighouden met wat ik belangrijk vind. Het gaat nog een stapje verder. Hij vraagt Jezus hier dus ook nog toestemming voor. Hoe heftig is dat? Hij vraagt Jezus toestemming om zijn eigen hart te gaan volgen. Dus waar het op neerkomt is dat hij in essentie zegt, ik vind het prima om u te volgen, maar dan wel op mijn voorwaarden. En op mijn manier. Dus eerst krijgt dat wat ik belangrijk vind, prioriteit, en dan bent u aan de beurt. En hij spreekt hem ook nog aan met heren, respectvol. Hij gebruikt het verzorgen van zijn ouders, een respectabele plicht en eer, om zijn hart te camoufleren. Dit vindt u toch ook belangrijk, Heer Jezus? U begrijpt dat toch wel? Hoe reageert Jezus hierop? Als we de beschrijvingen van Lucas en Matthäus naast elkaar leggen, dan staat er, laat de doden hun doden begraven, punt. Maar u, komma, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Dus laat de doden hun doden begraven. Laat de lijkachtigen, laat dat wat het leven mist, dat wat niet meer reageert op een impuls, laat dat een andere doden begraven. Maar hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat je als niet-levende een andere niet-levende begraaft? Dat kan toch niet? Klopt. Dat kan inderdaad niet. En evenmin is het onmogelijk om dat samen te voegen wat Jezus vraagt, volg mij, en hoe deze man erover denkt. Evenmin is het onmogelijk om Jezus te volgen op zijn eigen voorwaarden. Dat gaat echt niet samen. Dat kan niet. Deze man is met de dood bezig, want de dood staat tegenover het leven. Jezus zegt, laat dit echt heel helder zijn. Dit kan niet. Maar u, zegt hij, in tegenstelling tot dat wat niet samen kan gaan, namelijk mij volgen op jouw voorwaarden, maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Ga heen. Dit woordje is hetzelfde woordje als die de man zelf gebruikt, toen hij vroeg aan Jezus om toestemming om eerst weg te gaan. En dit lijkt een beetje tegenstrijdig, dat Jezus eerst zegt, volg mij, dus kom dichterbij, en vervolgens ga weg. Wat wilt u nou? Wilt u nou dat ik u volg, of dat ik wegga? Dit gaan we snappen als we dit woordje begrijpen. Dit is een combinatiewoordje. En dat heeft allereerst iets in zich van weggaan, vertrekken, en anderzijds van komen en arriveren. En dat dan fysiek of letterlijk. Dus het woord werd gebruikt om een bepaalde beweging te duiden van A naar B. Dat is een woord wat je in allerlei situaties kunt gebruiken. Dus als we dat snappen, dan wordt het, maar u, maak de wegtrekkende beweging, waarvan? Van het willen volgen van Jezus op zijn eigen voorwaarden. En kom tot wat? Tot het verkondigen van het koninkrijk van God. Kom tot het grondig, correct, volledig te verklaren van zijn koninkrijk. Want dat is het woord, de betekenis van het woord verkondigen. En hier proef je de urgentie in. Het koninkrijk van God, dat kan niet wachten. Dat heeft prioriteit. En dit zinnetje doet eigenlijk denken ook aan die eerdere uitspraak van Jezus, die bekende, dat hij zegt, maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit woordje zoeken, dat daar staat, dat duidt op zoeken om te vinden. Door na te denken, door je ertoe toe te zetten, door te mediteren. Dus hier proef je iets van tijd, van energie, van aandacht in. Dus laat dit dan prioriteit hebben. Laat dit voorrang krijgen boven jouw voorwaarden. Laat nou dit je hart hebben. Niet jouw koninkrijk, maar mijn koninkrijk. Even terug. Dus Jezus richt zich, nadat hij die schriftgeleerde reactie heeft gegeven, naar deze persoon. En hij zegt, volg mij. Deze persoon die lijkt welwillend, maar op een vrome manier geeft hij eigenlijk tegen Jezus aan,
geef mij toestemming dat ik eerst mijn eigen ding doe. En Jezus geeft dan, hij ziet zijn hart, hij kent hem, hij doorgrondt hem helemaal, waar wij moeite voor moeten doen. Het ligt voor hem open, hij ziet dit. Hij reageert daarop met ja, vertrek, zoals je wens was. Maar niet om dan prioriteit te geven aan jouw koninkrijk, maar aan die van mij. Laat dit bovenaan staan. Volg mij op mijn manier. Niet op jouw manier. Niet op jouw voorwaarden. Zoals jij dit verlangt, dat is echt geen optie. Dat gaat niet samen. En dit is wat Jezus aanspreekt en blootlegt. Hij gaat opnieuw naar het hart. Net als bij die schriftgeleerden, nu ook bij deze persoon. En hij ziet dat dit is een hart leven en dit spreekt hij aan. Om Jezus werkelijk te gaan volgen, moeten de rollen omgedraaid worden. Niet zijn koninkrijk, maar Gods koninkrijk. Zijn koninkrijk kan niet wachten, omdat die man zo nodig bezig moet zijn met die van hem. Wat we niet hebben gelezen in Lucas, is de laatste twee versen. Maar die betrek ik er wel even bij. Daar komt eigenlijk een derde persoon in beeld. En dat is een beetje een mix van de schriftgeleerde en deze persoon. Die derde persoon die doet ook zelf een aanbod, net als die schriftgeleerde. En hij combineert hem ook met een voorwaarde. Dus hij vraagt eveneens toestemming om iets te gaan doen. Vervolgens zegt Jezus hier als antwoord op dat hij vergelijkt die houding, dat je eerst toestemming vraagt om iets voor jezelf te doen, die vergelijkt hij met iemand die aan het ploegen is en die dan achterom kijkt. En als je dat doet, dat is echt funest. Als je gaat ploegen en je gaat achterom kijken, dan zie je allereerst niet waar je naartoe gaat. Dus dat gaat alle kanten op. En B, als je daar gaat ploegen, dan moest je rekening houden met stenen die voor je lagen. En een ploeg, dat was echt een kostbaar ding van hout. Dus als jij achterom gaat kijken, dan weet je niet waar die stenen liggen. Dus dan loop je echt het risico dat je ploeg kapot slaat op een stuk steen. En wat er dan gebeurt, dan kun je niet meer oogsten. Dan kun je ook niet zaaien. En dan heb je geen vrucht. Waarom noem ik dit nu? Omdat Jezus daar vervolgens op zegt dat niemand die zo naar hem toe komt, die Jezus wil volgen op zijn of haar voorwaarden, niemand is geschikt en passend voor Gods koninkrijk als je dat doet. En dit zijn heftige woorden. Ingrijpende woorden. In zo'n hart kan niet gezaaid en niet geoogst worden. Daar kan geen vrucht in leven. En die is niet passend bij Gods koninkrijk. En opnieuw volgt er een open eind. Dus opnieuw komt het naar u, naar mij toe. We kunnen er niks van vinden, van deze persoon. We kunnen ons niet mee bezighouden. Maar het komt wel naar je toe. Hoe zit dat bij u, bij jou? We gaan richting een afronding. Zoals we hebben gedaan, we hebben ingezoomd op ontmoetingen tussen Jezus en twee personen. Om helder te krijgen, wat leeft er nou in je hart? Waarom wil je dit nu? En we hebben die schriftgeleerde ontmoet, die het volgen van Jezus wilde gebruiken voor zijn positie, voor zijn aanzien, voor zijn macht. Hij zag het al helemaal gebeuren. Aansluiten bij Jezus die zo populair was. Als je daarbij hoorde, dan was jij ook populair. Vervolgens ontmoet Jezus een tweede persoon. En die persoon die wilde Jezus volgen, maar wel op zijn voorwaarden. En het klinkt zo vanzelfsprekend. Van ik volg Jezus, wij volgen Jezus, dat doen we toch met elkaar. Maar wij zien niet elkaars hart. Wij zien niet de diepste motieven waarom we dit willen. Maar Jezus wel. Hij kent het wel. Ook al spreek je het niet uit, ook al weet niemand het van je, ook al doe je mee. Maar hij ziet het er echt. En dat is echt een spannend idee. Hij ziet werkelijk je motieven. Dus waarom zitten we hier? En wat zijn nou de intenties om hier te zijn? Of om hier te staan en te spreken? Hij doorzag het hart bij die schriftgeleerde, bij die tweede persoon. En dit werd hen duidelijk gemaakt ook. Het werd hen duidelijk gemaakt dat het volgen van Jezus echt niet samen ging als het gepaard gaat dat je dat doet voor jezelf, voor jouw belangen. Of dat je dat doet op jouw voorwaarden. Beide mannen, die waren bezig met doen. En wat dat met zich mee zou brengen. Maar het volgen van Jezus gaat niet over doen, het gaat over zijn. En dan moeten we echt naar het hart. Het volgen van Jezus gaat niet in de eerste plaats over doen, het gaat over je hart. Het is onlosmakelijk met je hart.
En met je hart, dat is het centrum van je wil, van je verlangen, van je gedachten, van je begeerten. Daar waar jij op gericht bent, waar jij vol van bent. En het volgen van hem, dat gaat erover om dat hart toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. De Heer, iemand waarvan jij eigendom bent. Van dit is het, Heer Jezus. Meer is het niet. En als ik echt eerlijk ben, dan leeft dit in mijn hart. Vult u maar in. En nu? Het is pijnlijk wanneer we ons hart onder ogen moeten komen zoals het echt is. Dat doet zeer. Dat is confronterend. Maar juist naar dit hart is Jezus op zoek. Niet om het op te poetsen, om vervolgens weer terug te komen bij hem met, nu zijn mijn motieven weer oké. En nu doe ik nogmaals een poging om u te volgen. Hij is op zoek naar het hart, naar dat hart wat helemaal niet gericht is op hem. Om dat te redden, om dat te behouden. Mag hij echt jouw Heer zijn? Mag jij hem volgen? Zonder eigen belang. Mag hij voor je uitgaan als een herder? Waar draait het bij u om? Draait het echt om zijn koninkrijk? Of draait het eigenlijk om de uwe? Probeert u dat in stand te houden. Laten we bidden.